Wow, er zit een mug in mijn kamer. Oprotten. Gauw. Got you, motherfucker. Ik weet niet hoe ik jullie moet bedanken, want we hebben al de fucking t-shirts verkocht in 5 minuten. Is nice, is fucking ziek. Deze week komen alle pakjes aan bij iedereen die heeft besteld. Ik ben de gelukkigste jongen ter wereld. YouTube probeert mij al 3 maanden te naken. YouTube wil mij van een fucking site. En wat hebben wij gewoon gedaan? We hebben allemaal onze fucking broek afgedaan. We hebben onze rijt getoond. En we zeggen, hey, fuck jullie. Ik heb die fucking ads niet nodig. Ze willen dat ik op tief van deze site. Noah, stay. Nu heb ik een paar dagen niet geüpload op YouTube. Ik ben naar Amsterdam geweest. Ik ben naar de plek gegaan waar de t-shirts gemaakt worden. Jullie dachten mijn t-shirts worden gemaakt in lage lonenlanden. Kleine Chinezen die in schuren werken, hele dag om mijn merch maken. No, 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 no. Mijn t-shirts worden gemaakt in Nederland. Ze worden bedrukt met ecologische inkt. Hey, Anuna is good for the environment. Zoals je kan zien, we work all day long. Oeh, zie mijn logo daar aan de muur hangen. Jezus, dat is so nice. Jezus, besef dat deze t-shirts die je nu ziet, die is misschien van jou. Het is echt wel satisfying om naar te kijken. Oh, dit is iemand zijn t-shirt. Dit kan de jouwe zijn, who knows? Look at all die, dit is allemaal van jullie. Wow. My very own business. Ik wil jullie allemaal zo hard bedanken. Ik hoop dat iedereen die eentje wou, eentje heeft kunnen kopen. Nu weet ik het antwoord eigenlijk al op die vraag. Ik heb fucking veel mails gaan krijgen van ouders en mensen die zeiden van ja, kijk, je video's al zo lang. Ik heb geen t-shirt kunnen kopen en dat vind ik kut. Toen had ik nog allemaal t-shirts hier leggen om aan mijn vrienden te geven en zo. Maar like, mijn vrienden dragen geen small en extra small en medium. Dus ik hoop dat de mensen die geen t-shirt hebben kunnen kopen deze video heel vroeg zien. Want ik heb 15 t-shirts in elke maand toegevoegd op mijn site. Dus hey, scroll down, loop naar je maandag en fix die creditcard. Loop naar boven, koop het shirtje. Vanaf alles is uitverkocht, gaat de site gewoon weer dicht. En gaat die dicht tot de volgende drop. Ik ben nog gelukkigste jongen ter wereld. Vandaag maken we een leuke, grappige video, maar allemaal leuke memes. Yes, memes. Ik zie altijd zo mensen reageren onder mijn video met literally no one. No one soul in world. Literally no one. Not one soul in whole world. Oostende. Kapper, 34 jaar gearresteerd nadat hij molotov cocktails gooit in eigen kapsalon. Dit gebeurt ook enkel in fucking Oostende. What the fuck? In Oostende heeft de politie zondagnacht een man opgepakt op verdenking van brandstichting in zijn eigen kapperszaak in de Nieuwpoortse Steinweg. Hij gooide 2 molotov cocktails naar binnen, maar uiteindelijk bleef de brandschade beperkt. Het is gissen waarom de man zijn eigen zaak in brand wilde steken. Als je verder leest in het artikel kom je dus te weten dat dit om 4:30 s'nachts was, waarna hij heeft geprobeerd om de ramen in te slaan, wat duidelijk niet gelukt is. En toen opeens had hij door dat hij toch de sleutels bij had van zijn kapperszaak. Dus hij heeft de deur open gedaan. En dan heeft hij zomaar 2 molotov cocktails uit zijn zak gehaald. Wey, iedereen heeft altijd molotov cocktails bij een Oostende, man. Dat is gewoon het ding. Dus hij haalt 2 molotov cocktails uit zijn broekzak en gooit ze gewoon alle 2 naar binnen. 4:30 s'nachts in Oostende. Dat is gewoon standaard shit daar. Hij opende de deur dan gewoon met de sleutel. Nadat hij hem niet kon kapot stampen, heeft hij hem toch gewoon met de sleutel open gedaan. Oostende. Yes, literally no one. Yes, good meme, thank you. Volgende ding is echt, what the fuck. In een bus bevrijdt jonge man een drag uit Lokker in Antwerpen Centraal. Dit is 23 september. Welke YouTuber heeft er ooit een video gemaakt over een mattie die vast zat in een Lokker in Antwerpen Centraal? Het is gewoon weer gebeurd. Weer in Antwerpen Centraal. Maar het gekste van alles, het ging om de Lokker met het nummer 11 laag bij de grond. In welke Lokker zat mijn mattie opgesloten en daar zijn er beelden van in die video? Lokker fucking 11. What the fuck? En een bus fix Lokker 11, man. Mensen proberen gewoon even te chillen in die Lokker. Die Lokker sluit zichzelf en ik kan er niet meer uit. Oh, dit is ook Lokker 11. Dit is mijn video. 14 juni. 3 maanden later gewoon opnieuw. Opmerkelijk. In juni kwam een vriend van de bekende YouTuber Acid net hetzelfde in net dezelfde Lokker met het nummer 11 in Antwerpen Centraal. Het enige verschil is dat deze mensen er 20 tot 30 minuten in hebben vastgezeten en aan mijn mat hier 2 uur in heeft vastgezeten. Hey, en in best fix die Lokker. Bij deze ook iedereen die zei, Acid, fake video. Nee, het is niet fake. Er is gewoon iets mis met die Lokker. En in best fix Lokker 11. Volgende update. Ben je ook klaar met het verzamelen van Pokémon kaarten en wil je gewoon iets beter verzamelen die meer geld opbrengt? Investeer dan nu in de waarschuwingsfoto's die op pakjes sigaretten staan. Hier heb je man met benenamputatie. Hier heb je rotte mond. Foto. De Ideale Wereld heeft in België een video gereleased. De Ideale Wereld is in mijn ogen ook gewoon het enige goede Belgische televisieprogramma. Dit is een zieke video, man. Zieke meme! Deze video staat ook onder deze video als je die daar eens wil kijken. Zitten jullie je nu weer te vervelen? Oh, Nico en Tine zijn daar. De week de sleur met de knotsgekke waarschuwingfoto's. Hier, pak aan. Yes! Super cool. Dat is man met gat in keel. Ik wil een loop van die guy die zegt, dat is man met gat in keel. Dat is man met gat in keel. Wow, kom wat is er? En verzamel ze allemaal.
Wil jou rot het allemaal ruilen voor mijn hart dan wel? Ja! Van vrouw die bloed hoest tot moeder die rook op haar baby blaast. Ruil, speel en weer. Dus dat is een fucking nice video. Die hallo wereld. Yes, please invite me again to your show. Dan kan ik nog eens praten met die guy die vroeger veel dat ik verdien. Fuck! Er zit weer een mug in mijn kamer. Help me carry the fuck. Mijn vraag is, wat is jouw favoriete foto op een pakje sigaretten? Waarschijnlijk naakte man op bed, baby die puik rookt. Maar ik rook niet. Nee, ik ben gestopt. Deze video's zijn psych. Mijn video's zijn niet fake. Alles is real. Yes, don't smoke. Smells like poop. Yes, not nice. Funny video van deze week is deze. Jonge man in Engeland wil pakje M&M's kopen in automaat. All I wanted was some M&M's and it's cool there. Go on, Ronaldo, bro. Ja man, free chop, free chop. Deze funny video krijgt van mij man met bijna amputatie op comateuze vrouw. Yes. En nu is het alweer tijd voor jullie favoriete ding op dit channel. Oh, het is zo moeilijk om die juist te doen, man. En nu is het weer tijd voor jullie favoriete deel op dit channel. Scammen mijn e-mail. Oh, die is fucking nice. Yes. Mensen zijn echt beginnen houden van dit deel in mijn video's. Was super veel van jullie motherfuckers. Probeer ook mails te sturen naar mij en mij te scammen. Haha, I don't fall for your stupid ass shit. Nee, ik word alleen gescamd door echte scammers. Het begint al een beetje moeilijk te worden om mails te blijven vinden. Maar heeft toch weer Angela een mail gestuurd naar mij. En deze mail noemde collaboration met twee vliegende pakjes geld in de titel. En deze mail staat niet in mijn spam. Dus ik dacht van, wow, yo, advanced scam. Hello Nathan. We ask you to establish a paid collaboration with you through your Instagram network. Vooral dus om samen te werken met mijn Instagram account. We have taken the time to analyze your profile. En toch schrijf je mijn fucking naam verkeerd. And given the quality of your content and your influence on several thousand people who could potentially be your customers, we would like to know your rates for a promotion in your Instagram story. Thank you for your answer. De Davila Morel team. Hallo! info@davilamorel.com. I am now in the hospital because I got bitten by a snake while doing a jungle road trip. I can't move. I can only watch YouTube and sexy video and do poo-poo and pee-pee. Please let me know what you sell, what products. Krijg direct een mail daarna terug. Hi, thank you for taking the time to answer us. We sell earphones, similar to AirPods. Toen dacht ik al van, what the fuck? Ze vragen hier over een promotie voor fake AirPods. Waarop ik reageerde. Hello, Davila Morel team. I can't use AirPods. My ears are swollen because of the poisonous snake attack. I have added the picture. Please let me know if that is a problem. Nu, ik had deze foto toch gevolgd van een chick met een gezwollen oor. Dat had gezegd dat ze mijn profiel hadden geanalyseerd en zo. Dus ik dacht van, ze moeten op een bepaald moment wel echt gaan op het feit dat ik zag dat ik gebeten ben door een fucking snake. Toen kreeg ik deze mail terug. Ahahaha. We don't have a time to play, please. Are you a man or a woman? Waarop ik reageerde. I am man. Ok, playtime is over. So you sell fake AirPods and want me to promote with a post. I want to see the fake shit that I am going to promote before I can make a price. Hope you understand. Please add picture of product and one in ear. Dus hier vroeg hij voor een foto van deze mevrouw met een van die fake AirPods in haar oor. Waarop ik de reactie krijg. Calm down. Dan heb ik gewoon gestuurd show product please. Maar dan hebben ze niks meer geantwoord. En dus ben ik niet gescamd. En dus is er ook geen promotie voor fake AirPods op mijn Instagram. Shoutout Davila Morel team. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Smet je zeker een duimpje omhoog. Ik weet niet of je nog een t-shirt kan kopen. Waarschijnlijk zijn ze al uitverkocht. Ik weet niet waarop de Thijs t-shirt staat. Yeah, it's pretty cool, huh? You guys next time. I love you. Tot morgen. Ik vertrek overmorgen naar Milaan. Maar ik ga morgen nog proberen een video te uploaden. Yes, bye bye. Woehoe.